gaan één voor één even vertellen over wat er precies is gebeurd. Want dit moeten we even verwerken. Oké. Wat is er precies gebeurd? Ja. Dat weet niemand eigenlijk. Het was echt verschrikkelijk. Ik kan het nog steeds niet bevatten. Het was op een zondag. We waren onderweg naar een filmlocatie. Alles was leuk, alles ging goed. We gingen zo op een parkeerterrein en we gingen allemaal rijden. De vorm of de lichtval in die parkeergarage had een bepaald effect op Maarten. Ik kan het niet verklaren. Hij was zichzelf niet meer. Wij zaten daar in die auto. Afhankelijk van hem. Ik zei, Maarten, mag ik er nou uit? Uitstappen was geen optie. Mocht niet. Ik dacht zo van, oh, dat is een grapje. Maar Daniel die ging allemaal zo van, ja, Maarten, nou is het niet leuk meer. En hij ging gewoon door. En dat was best wel eng. Best wel. Oh mijn god, dat vergeet ik. La 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 la. Het kan gewoon niet waar zijn. Het was gewoon niet waar. Oeh, la 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 la. Maarten. La 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 la. Oh mijn god. La 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 la. Maarten. La 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 la